Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. En ik heb nu een andere gast, namelijk meneer Ricardo Soto Escamilla. Dat is een mooie naam. Meneer Ricardo is hier om te praten over de Capture the Flag Hacking Competition. Maar u weet het, voordat we daarover gaan praten, gaan we eerst kennis maken met meneer Soto Escamilla. Zijn dat twee familienamen? Ja, dat is Soto heb ik gekregen van mijn vader, Escamilla van mijn moeder. En dat komt omdat ik in Chili ben geboren. En ja, zo is het begonnen. Toen ik 6 jaar was, toen werd Salvador Allende vermoord door Pinochet. En ineens belandde ik, toen ik 6 was, in Argentinië. Maar een jaar later brak daar ook een burgeroorlog uit, de tijd van Perón. Ik was 7 en ik belandde in Nederland. En ik weet het nog als de dag van gisteren, want iedereen was aan het huilen, was verdrietig, de familie. En ik was de enige die super opgewonden was. Ik zou gaan vliegen met een vliegtuig, met een echt vliegtuig. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We landen op Schiphol in de winter. Ik steek mijn hoofd naar buiten en ik dacht, dit is gewoon één grote vriezer waar ik ben terechtgekomen. Ja. Maar goed, daar heb ik dus nog steeds een kleine trauma aan overgehouden. Ik heb het altijd koud. Want Argentinië en het zijn warme, lekkere, warme klimaten. En plotseling, dat was wel een groot, dat enthousiasme daalde ook. Dat klopt, maar goed, je bent jong en we werden goed opgevangen. Dus binnen no time praat ik Nederlands. Ja. Nou. Weliswaar met een klein accent. Met een klein accent, maar dat maakt het ook interessant, toch? Okay. Ja. Okay. En in Nederland bent u zich gaan specialiseren in IT? Ja, eigenlijk in Nederland ben ik al 23 jaar lang ondernemer. En wij hebben in Nederland hebben we 2 bedrijven. De ene houdt zich bezig, dat is Sincero. Die houdt zich bezig met technische infrastructuren. Dus dat zijn de complexe netwerken en die kunnen wij bouwen, beheren, implementeren, neerzetten. En dat doen we voor banken, voor verzekeringsmaatschappijen, voor energiebedrijven. Okay. Zodat die niet gehackt worden? In principe is de rode draad, dus het bouwen en neerzetten van iets, is altijd een kwestie van je moet het veilig doen. Dus wij zijn al vanaf 1997 bezig met ICT security. Okay. Dat was de rode draad. Maar wij hebben 8 jaar geleden besloten, het is zoiets belangrijks en het is zo'n niche, dat gaan we uit elkaar trekken. Dus we hebben nu vandaar nog Sincero technische infrastructuren. En secured by design, dat is echt het informatiebeveiligingsaspect. Nou, dat doen we in Nederland. Alleen door de geboorte van secured by design zijn we internationaal gegaan. Eerst België, toen kwam Luxemburg. Toen hebben we een klein stukje in Colombia gedaan. En eigenlijk 2,5 jaar geleden heeft Suriname ons gevonden. Zo is het echt gegaan. Wij hebben Suriname niet gevonden. Suriname heeft ons benaderd. Want er was een groot bedrijf en die was gehackt. Ransomware aanval. Ja, dus dan is de data wordt versleuteld. En je kan er alleen maar weer toegang toe krijgen op het moment dat je betaalt. Maar goed, het bedrijf heeft betaald in bitcoins. Maar verder nooit meer iets gehoord. Dus het was geen ransomware aanval. Het was gewoon keiharde oplichterij. Dat was de eerste aanraking. Toen kwam de tweede organisatie uit Suriname. Ik heb zelf een Surinaamse vrouw. Oh. Tenminste, ze is geboren in Nederland, maar de ouders komen uit Suriname. Interessant. Ja. Okay. We hebben ook een pleegzoontje, Cecinio. Okay. En dat is ook een Surinamer. Surinaam. En toevallig de kapitein, de CTO van ons security team, dat is de heer Michael Tongzang. Die heeft ook zijn roots in Suriname. Gelukkig. Dus daardoor zijn jullie hier in Suriname. 2,5 jaar geleden zijn we voor het eerst hier naartoe gekomen. Okay. Om te kijken, wat gebeurt er allemaal? En waarom vragen ze ons? We zijn daar niet acquisitie aan het doen. Nou, en we zijn nu 2,5 jaar verder. En wat er nu staat is eigenlijk, wij hebben local presence. We hebben een kantoor aan de Herenstraat. We hebben mensen die voor ons werken. En we hebben inmiddels 23 echt super gave organisaties waar we mee samenwerken. Waar we onze dienstverlening aan geven.
op het gebied van bijvoorbeeld penetratietesting. Ik weet niet of u dat iets zegt, maar de korte versie is... Penetratie, dat wil zeggen doordringen of binnendringen. Ja, ja. Dus we zetten een pet op van een hacker, maar allemaal met toestemming. En dan gaan we kijken hoe ver kunnen we binnenkomen. En dat gaan we ook presenteren aan de directie. Dit zijn uw kwetsbaarheden. En als een directie dat weet, dan hebben ze de mogelijkheid om er iets aan te doen. Ik ga ervan uit dat ze er iets aan doen. Maar dat is dus het bedrijf Secured by Design. Secured by Design, inderdaad. En dat heeft dus, we kunnen aanvallen, maar we kunnen ook verdedigen. En met verdedigen, dan komen we weer terug op het stuk kennisoverdracht. Op de secured awareness. Alles staat of valt eigenlijk met het, je moet het de mensen vertellen. Je kan het de mensen niet kwalijk nemen. Heel vaak komen we binnen bij organisaties. En het eerste wat wij doen is we kijken onder het toetsenbord. En wat we heel vaak zien, user ID en wachtwoord. Onder het toetsenbord, de manager ernaast. En het is makkelijk, want als u op vakantie bent of vrij bent, dan kan een collega kan het overnemen. Maar het zou niet zo moeten zijn. Het is bedrijven, ja, eigenlijk... het probleem is heel erg groot. Het probleem van de cybercrime. Het probleem van criminelen die zeg maar data stelen of data verminken. Dat is echt een heel groot probleem. Nou, en wat wij doen, wij geven daarover les in de vorm van workshops, in de vorm van opleidingen. Dat kan met docent, dat kan zonder docent. Hè. En een van de dingen die we in Nederland al 5 jaar lang doen, is ieder jaar een Capture the Flag evenement organiseren. En wat wij daar doen is, wij brengen eigenlijk een bepaalde community. Dus dat zijn ICT-specialisten. Dat zijn technische mensen die ergens werken voor een bepaalde werkgever. Soms een hele kleintje, soms een hele grote. En die gaan in competitievorm, gaan ze eigenlijk in een virtuele wereld... Want die hebben wij gecreëerd. Dus het is niet hacken in het echt. Want dat mag niet. Dat is strafbaar. En in Europa en in Nederland is de regel en wetgeving... die is veel verder dan hier. Toch heb ik me een klein beetje verdiept in het Surinaamse strafrecht. Artikel 187. Daar staat in, je mag niet hacken. En als je het wel doet, dan kun je een jaar gevangenisstraf krijgen. Maar het gaat verder. Als je ergens inbreekt, digitaal, en je pakt die data en dan ga je iets mee doen. Stel, je hebt creditcardgegevens te pakken bijvoorbeeld van een hotel. En je gaat dat verhandelen, dan kun je tot 4 jaar gevangenisstraf krijgen. Het is diefstal. Toch? Het is criminaliteit. Maar het is wel aan de orde van de dag. Ja. Het gebeurt iedere dag. Ja. En wij proberen die bewustwording te brengen. Mm. En dat begint... bij de directie. Maar wat we in Nederland ook doen is... wij brengen het ook bij aan de kinderen, aan de jeugd. Want het moet zo vroeg als mogelijk beginnen, die bewustwording. En nu zegt Secured by Design zal dit jaar voor het eerst zijn entree maken... met een CTF challenge in Suriname. Is FLAG een afkorting of... Wat is dat? Ja, het is eigenlijk een wereldwijd fenomeen. Het gebeurt eigenlijk in ieder land. Is het al wat langer bezig. En dan in competitievorm proberen teams... proberen eigenlijk een vlag te stelen. Maar zo is het oorspronkelijk begonnen. Okay. Maar wij hebben natuurlijk iets veel leukers voor Suriname bedacht. Wat hebben jullie bedacht? Nou, ik mag er niet heel veel over vertellen. Want anders krijg ik van Michael misschien vanavond weer een pet in mijn achterhoofd. Ja. Maar ik kan een tip van de sluier oplichten. Het heeft te maken met ook een verandering die hier zit. De financiële wereld. Ja. En die gaat applicaties bouwen. Waardoor je zeg maar makkelijker diensten kan betalen. Mm. Dus de e-commerce banking applicaties. Okay. Nou, en daar hebben we een script bedacht. En daar werkt iemand die heeft wat problemen, komt in de financiële problemen terecht. En hij wordt afgeperst. Aha. Nou, zo begint eigenlijk de wedstrijd. Ja, ja, ja. En wie zal winnen dan? Degene die zeg maar de meeste gegevens, vooral creditcard, bankgegevens, nummers,
SOFI-nummers. Degene die, die het meest ver komt, die het meest kan verzamelen. Mm. Het gebeurt in teamverband. Mm. Maar het is niet alleen maar een competitie. Het is ook educatief heel erg. Er lopen mensen rond. We gaan mensen ook helpen. Er zijn beginners zijn erbij. Er zijn gevorderden zijn erbij. En met name die beginners, die gaan we ook helpen. Die gaan we begeleiden. Okay. Dus het is echt kennisoverdracht. Het is bewustwording. En wat wij zien in Nederland, want we zijn heel klein begonnen 5 jaar geleden. Echt op een zolderkamertje. Ja. Met 12 deelnemers. Okay. Dat was de allereerste keer. Afgelopen jaar. We hebben een samenwerking en we hebben het mogen doen in Hilversum, in een studio, Studio 6. Ja, met? En dat werd gefaciliteerd met onze partner van het ROC Hilversum. En die heeft de locatie gegeven en wij hebben zeg maar het programma gegeven. En hoeveel participanten? Toen de tijd 180. Wow. Dus dat was echt... Heel erg bijzonder, heel groot en in de studio heel mooi verlichting en projectieschermen. Ja. Nou, u heeft het al aangegeven, in Nederland is het dus een jaarlijks terugkerend event voor security specialisten. Zijn het hier, u heeft gezegd, een gevarieerde groep, maar is er al grote belangstelling ervoor? Ja, ik heb toevallig net even naar de lijst gekeken. We zitten nu op iets meer dan 60 deelnemers. Terwijl we eigenlijk in ons hoofd hadden van, nou, komen er 30, dan zijn we echt blij. Dus het is al verdubbeld. En de mensen kunnen zich nog inschrijven. Het is een kosteloos evenement. En inschrijving is heel erg makkelijk. Dat gaat via onze website securedbydesign.nl. Nou, daar is ergens een button, CTF-evenement. En dan kun je je gewoon kosteloos aanmelden. Dus de registratie is wel verplicht. En wanneer is het, de competitie? 23 oktober, woensdag. 23, vandaag dus. Hoe laat? Om 1 uur. Okay. Om 1 uur start het. En dat zal tussen 1 en 2 komen een aantal bijzondere mensen. Die komen iets vertellen over wat zij zien met betrekking tot ICT, security, met betrekking tot cyber. Mm-hmm. Dus mensen uit Nederland gaan wat vertellen, maar ook mensen, lokale mensen. En iedereen heeft een mening uiteraard, of vanuit het bedrijf, maar het kan ook een persoonlijke visie zijn. Dus wij zijn gewoon benieuwd wat er leeft en wat andere mensen zien. We gaan ook het publiek de gelegenheid stellen om vragen te stellen. Dus het wordt interactief. En dat doen we van 1 tot 2. En om 2 uur gaan we los. Dan geef ik de microfoon aan Michael Tongzang. Dat is het brein. En dan begint het, ja. Hier worden we vaak geconfronteerd met, we zien bewindslieden, we zien andere mensen vaak zeggen, mensen hebben valse accounts gemaakt voor hun. Behoort dat ook tot een van de dingen waarmee jullie bezig zijn? Ja, dat behoort ook tot de dingen waarmee we bezig zijn. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk om in een onbeveiligde omgeving binnen te komen. En dat binnenkomen, dat kan misschien zijn door een wifi-router, waar misschien geen paswoord op zit, of misschien een te makkelijk wachtwoord. En een hacker, die komt gewoon met zijn autootje op het parkeerterrein, met zijn apparatuur en zijn antennetjes en zijn dingetjes, en probeert op die wifi-router binnen te komen. En dan vanaf die wifi-router een switch te maken naar het netwerk. En daar probeert hij zeg maar de hoogste privileges te verkrijgen. En op het moment dat hij bijvoorbeeld administrator zou zijn, dan heeft hij alle rechten. En dan kan hij alles stelen, kapot maken, de boel op slot gooien. En dat is eigenlijk dagelijkse kost. Dus wat wij eigenlijk doen, we hebben een team en dat zijn eigenlijk inbrekers. Digitale inbrekers. En dat gaat allemaal met een contract en met een vrijwaring. Hè? Allemaal met toestemming. Ja. Het is net wanneer de overheid of de politie iemand heeft binnen, toch? Een informant. Zo maken jullie, ja. Ja, ja. Want in plaats dat ze echt gaan stelen, negatief, gebruiken jullie ze ten positieve. Want wat doen ze dan, de inbrekers? Nou, zij zouden bijvoorbeeld data, zouden ze bijvoorbeeld kunnen aan de concurrent verkopen. Dus van de ene energiebedrijf
verkopen aan de concurrent. Dat is een van de mogelijkheden. Maar alle data heeft eigenlijk een bepaalde waarde. Dus een paspoortnummer of een creditcardnummer heeft een bepaalde waarde. En nou is die waarde bijvoorbeeld heel klein. Maar als je er 100 of 1000 of 5000 van steelt in één keer, dan kun je dat gaan verhandelen. Maar de inbrekers die voor jullie werken, wat doen zij? Zij voeren die testen uit. En dat kan op diverse gebieden. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn via het internet. Ja, dat heet een external attack. Ja. Dus echt vanuit ons commandocentrum in Amsterdam. Maar het kan ook op locatie zijn. Ja, dat iemand bijvoorbeeld hier naartoe komt en van jullie gewoon een normale user account krijgt. Maar die gaat zitten en hij gaat dan kijken hoe ver hij kan komen. Of jullie de rechten wel goed hebben gezet. Maar dat zijn eenvoudige dingen om te doen. Maar we kunnen ook nog veel meer trucken gebruiken. We hebben bijvoorbeeld gemodificeerde USB-sticks. Wat zou u doen als u een USB-stick vindt bij uw auto? Ik weet niet. Eerlijk zijn. Ik ga denken, oké, ik heb een USB-stick en stop het in mijn computer. Even kijken wat erop zit en van wie het was. Ja. Op het moment dat hij gebouwd is met een klein stukje software, want daar hebben we het over, wordt uw laptop of uw pc die wordt geïnfecteerd. Vanaf dat moment is er verbinding tussen uw laptop met het gebouw waar de hackers zitten. Ze kunnen alles doen. Alle data, alle brieven. Maar het gaat nog veel verder. Ze kunnen ook de microfoon kunnen ze overnemen. Ze kunnen meeluisteren bij u thuis of hier op het werk. De webcam, met alle respect, het is een koud kunstje. Een webcam die kan overgenomen worden. En misschien zegt u, ja, maar ik heb geen geheimen, laat ze kunnen mij zien. Maar wat nou als je de CEO bent van een heel groot bedrijf? En een heel erg geheimzinnig ding moet bespreken met iemand anders, dan wordt dat helemaal. Aha. Een krant nu openpakken. Er gebeurt zoveel in dit land. Heel veel. En ja, wat moet je geloven, wat moet je niet geloven? Maar het is heel makkelijk om iets te vinden, iets te zoeken. En het is best wel eng als je het daarover hebt. Hè? Ja. Want vroeger was het echt voor de hoogbegaafden. Ja. En nu? Nu kan een kind die kan gewoon een school plat leggen. Als hij maar $10 bij elkaar kan sprokkelen. Dan kan hij een aanval uitvoeren, noemen ze een DDoS-aanval. En dan ligt de school plat en dan hoeft hij geen examen te doen. Ja, en dit gebeurt echt, hè? Dit gebeurt echt. Maar niet in Suriname nog. Ik weet niet of ze dat doen. Ik kan me daar niet meer. Laten we zeggen dat we het niet hopen. Ja. Okay. Dus maar die challenge is woensdag en het eindigt om 6:00 met de challenge en prijsuitreiking. En wat krijgt de winnaar? Euro's. Oh. Ja. Gewoon ja. Voor eigen gebruik of om iets mee te doen. Ze mogen dus zelf weten wat ze ermee gaan doen. Oh. Wij hebben voor de team nummer 1, dat is gewoon de echte winnaar. Ze moeten het wel delen, want het is een teamverband. Dus de een doet het met z'n tweeën en de ander doet het met z'n vieren bijvoorbeeld. Okay. De eerste prijs is €500. De tweede prijs is €200. En de derde prijs is €100. Okay. En vooral omdat jullie ook focussen op jongeren, die kunnen het goed gebruiken. Ze kunnen het goed gebruiken, ja. Ja, want je hebt in Suriname hele rijke mensen, maar er is ook armoede. Ja. En we hebben ook voor de mensen die gewoon toeschouwer zijn, hè? Want je hebt ook een groep mensen die zeg maar het wel willen zien, maar nog niet echt durven om zelf achter knop te vinden. Hè? De toeschouwers. En een van de toeschouwers wordt ook gelukkig, want die gaat ook een prijs krijgen. Echt? Een prijs naar keuze. Oh. En dat mag zijn een opleiding van ons die we aanbieden. Op het gebied van hacking, op het gebied van IT, op het gebied van Linux. Maar sommige mensen zijn niet geïnteresseerd in de IT. En soft skills, dat is ook heel erg belangrijk. Mensen moeten ook communicatief zijn. Assertief zijn. Sommige mensen op het werk, dan vraagt de baas, die vraagt, wil je dat doen? Dat moet vandaag klaar. En die persoon weet
ik ga het niet redden, maar zeg toch ja. Mm. Dus durf ook eens ja te zeggen. Wij doen dit ook op het werk bij ons, maar dan zeg ik altijd, wat we jullie leren, mag je nooit tegen mij gebruiken. Ja, hè? En is er dan een follow-up hierna? Ja. De competition is geweest, er is een winnaar. Ja, wij komen sowieso 3 keer per jaar zijn wij hier met een team. Mm-hmm. Buiten de local presence die we hier hebben. En iedere keer als we terugkomen, blijven we terugkomen met trainingen en met opleidingen. En iedere keer wordt het pakket gefine-tuned en we luisteren heel goed. En wat is hier nodig, wat is hier belangrijk. Dus het pakket wordt continu aangepast. Dus wij zijn zelf bezig met een zelfevaluatie en een zelfontwikkeling. En wij worden sterker, maar we maken de mensen ook sterker. Want ik weet, IT-ontwikkelingen die gaan razendsnel. Hè? En als u als professionals, de hackers en de criminelen, die zijn soms bijna een stapje voor zelf. Hè? Of gaan jullie, houden jullie gelijke tred? Het is altijd een soort competition. Ook daar zie je dat. Hè? Dus je hebt aan de ene kant heb je de mensen die software bouwen om die gevaren buiten de deur te houden. Ja. En je hebt daar de groep criminelen die bezig zijn om voor te dringen. En ook wij moeten zeg maar alle markten in de gaten houden. En ook steeds bezig zijn met ontwikkeling. Binnen dit vakgebied kun je niet stil blijven staan. Geweldig. Meneer Soto is Camilla. Heel veel succes. Het lijkt een heel interessante competitie. En dat is dus vanmiddag, woensdag 23 oktober. 2 uur is het gestart. En het eindigt zo meteen om 6 uur, woensdag. Ja. Nou, ik wens u veel succes en we blijven het volgen. Wie weet, komen we weer een keer terug op. En gaan we praten over wat allemaal het volgende proces is na deze competitie. Yes. Dank u wel. Het was een eer om hier aanwezig te zijn. Absoluut. Wat een leuk gesprek. Yes. En dat was het dus voor het bedrijf In Gesprek Met voor vandaag. Ik heb net gesproken met meneer Ricardo Soto is Camilla over de Capture the Flag Hacking Competition. Die gehouden wordt aan de Herenstraat 34 bij Secured by Design. En eerder heb ik gesproken met de heren Baan en Comvalius over het landbouwcongres dat morgen gehouden wordt. Nou, heeft u net deze aflevering gemist? De herhaling is vanavond om 8:15 op kanaal 12.2. Bedankt voor het willen kijken. Tot volgende week met een andere aflevering van In Gesprek Met.